Ik wens jullie ten eerste een welkom bij een nieuwe vlog die eventjes een beetje anders gaat. Ja, de vlog van gisteren. Ja, een hele gezellige, leuke vlog. Enkel, we mochten niet overal filmen. Zowel mijn dochter Karin van der Werf niet, zowel ik er niet. Maar als jullie het leuk vinden, vergeet die leuke duim dan niet. En dan ook eventjes je eigen abonneren als je dat nog niet bent. En ja, en op het belletje klikken, hè? Dan krijg je vanzelf al het geluid te horen dat ik wat nieuws heb geplaatst. Dat ik hoop dat jullie dat zullen doen voor mij. Een hele goede middag, lieve mensen. Het is zondagmiddag. Ja, het is zeg maar net 3:10 geweest. En ik zit met licht aan, zo donker is het buiten. En het sneeuwt de hele dag al. Ik heb het nog niet droog gezien, maar het is natte sneeuw, het blijft niet liggen. En daar ben ik aan één kant wel blij om. Ja, het mag voor mij wel even wegblijven nog. En laat het, weet ik veel, andere week maar sneeuwen, weet je? Want ik moet morgen wel de deur uit. Ik moet weg. Ik zeg niet waar naartoe. Nu gaat er nog niks aan. Nee. En mijn mannetje is thuis. Ik heb ook oppasje zitten. Dus ja. Daar is mijn mannetje. Mijn grote jongen. Hè, kereltje. Ja. En daar heb ik lekker iemand bij zitten. En ja. Die laat ik niet alleen. Voor geen goud. En mijn poezenbeestjes natuurlijk weer zelf ook niet. Wat niet kan, dat gaat gewoon niet. En dan heb ik er wel oppas bij. Ja, en ik blijf lekker bij ze totdat ik thuis ben. En dan is het tenminste ook gezellig. En knus en warm. Als ik binnenkom, buiten is het koud. Ik hoef de tuindeur nou maar open te doen. En dan is dat koud. Ja, dan krijg je gelijk een koude windvlag tegen je aan. Niet prettig. Maar ja, ik zit er een lekker bakje koffie. Mijn koekje heb ik al lekker opgegeten. En ja, ik blijf mijn haar trouwens leuk vinden, ja. Ik zit naar Nederland 1 te kijken. Naar de Avrotros. En daar heb je een nieuwe kerstfilm op. Dat vind ik ook altijd wel leuk en gezellig. Ja, en ik ga zo meteen weer computeren. Ik zal weer eens even zien of ik een plaatje kan maken. En dan ga ik naar Facebook. En ik moet nog naar YouTube. Want ik heb daar de afgelopen dagen geen tijd voor gehad. Ja, om mijn vlog neer te zetten afgelopen nacht. Maar het was me te laat om iedereen langs te gaan. Want het was al tegen 4 vanochtend. Ja, hoe doe je dat? Ja, werken. Hoe vind je die? Werken voor een ander, hè? Gewoon op die computer. Maar maakt niet uit hoor, nee. Ik doe het met liefde, uit liefde, met plezier, tot ik echt moe ben. En dan is het, doe je allemaal, ik ga naar boven. Ja, en waar mijn poezen? Ik zag er net toch eentje lopen. Mijn prinsesje zag ik net lopen. Ik zie wel mijn andere meisje. Die zit zelfs gewoonlijk weer hier op de kachel. Hé? Ja nou? Ja. Oh, godje. Ze is zo ziek. Ze is zo verkouden. Niet zo proef te doen. Ja. Maar ja, wat doe je eraan, hè? Wat moet jij, man? Ja, het is donker. Het is triest. Het is nat, hè? Ja. Oh, godje. Heel godje. Je is ook zo lekker, hè? Ja. Nou, kom maar. Dat, ja, ik ga weer verder aan deze kant, lieve mensen. En ik zou zeggen, een hele fijne, gezegende zondag. Ja, ik ben weer niet naar de kerk geweest, maar daar was het ook geen tijd voor. Hoe vroeg ik vanochtend naar bed ging. En ten tweede, met dit weer. Dat houdt mij wel tegen, hoor, dit weer. Ik kan er niet tegen. Nee. Ik zit nou ook al met barstende hoofdpijn. Gewoon door die sneeuw. Ook wanneer er onweer in lucht zit.
krijg ik zo'n onweershoofdpijn. Heb ik met sneeuw net zo. Is niet leuk. Nee, echt niet. Maar ja, doet er niet toe. Ik ga verder aan deze kant. En tot later. Ben je een mooie kerel? Ben je een mooie kerel? Hé, ben je een mooie kerel? Oh, wat ben je mooi, hè? Kom dan. Kom dan. Nog een keer. Kom dan. Goed zo. Ja? Oh, goeie tikkie. Ja, ik heb wel een handdoek op mijn goede jurk, hoor. Ja, ik wil mijn jurk niet kapot hebben met jouw nageltjes. Nee. Hé? Even aandacht, hè? Ja. Ik weet wel wat jij wil. Jij wil die. Een stukje chips. Ja. Net nog een stukje, hoor. En die witte vlekken, lieve Minks, ja, dat doet mijn stoel. Dat is beschadiging. Die streepjes allemaal. Lekker, man. Moet nog een stukje. Ja, ik kom eraan. Kom dan. Hoepada, kom dan. Kom dan. Goed zo. Ja, dat vindt hij leuk. En daar is mijn andere kanjer. Ja, en ik zit dus voor de pc op Facebook aan het werk. Ja. Moet ook weer gedaan worden. En televisie te kijken. Net 5. Gezellig. Dus ja, ik geniet ervan. Alle drie. Die andere meneer ligt naast me. Die ligt aan deze kant. Lieve. Ze kunnen zo lief zijn als ze slapen. Zij slaapt nog niet, het prinsesje. De rest wel. Allemaal onder zeil. Geweldig. Zo aandoenlijk. Ja. Welterusten, mensen. Slaap lekker allemaal. Ja, mijn hondje die zit al lekker te eten. Ja, het is nog wel te vroeg voor ons doen. Ja. Eens even zien. Hé, mijn meisje. Goedemorgen. Ja, het is net 8 uur geweest en ik ga zo ook mijn happy eten doen en mijn koffie. En dan ga ik lekker een dagje shoppen met mijn dochter. Ja, met Karin van de Werf en mijn schoonzoon Roderick. Ja, het wordt helemaal geweldig en gezellig, ja. En hier heb ik lekker oppas straks, die komt straks al. Vanwege mijn hondje, hè? Ja, voor de poesjes hoeft het niet, maar voor mijn hondje wel. Anders moet hij de hele dag met de kap op. En dat moet niet, hè? Nee, niet op mijn jurk. Ik heb nou mooie kleren aan. Ja, nee. Ja. Dat zullen we weer even naar buiten doen. En ik zal zeggen van, lieve mensen, jullie horen later zo hoe het is geweest. Vanzelf wordt er tussendoor gevlogd, is het niet door mij, dan is het door mijn dochter wel. Dus ja, welke kanaal je hem ook ziet, je komt me tegen. Ja, of het is bij Karin van de Werf, of het is bij Corina Luitenburg de Jong, ik zei de gek. Ja, ik zou zeggen een hele fijne maandag. Wat er ook met het weer gebeurt. Geniet ervan. Ja, ze hebben het over sneeuwstormen. Nou, ze bekijken het maar. Ik weet er niet of zeker. Ik kom weer thuis. Ja. Gewoon door de NS verzorgd. Ja. Tot later.
Ja, daar gaan we. De ambu. Schommel de schommel. Nou ja, zitten jullie ook terug in de trein? Ja. Waarom niet, hè? Gratis meereizen zo. Ja. Ja, daarom, lieve mensen. Zo even. Ik ben dus weer helemaal opgedirkt. Ja, zoals jullie van mij wel gewend zijn, hè, als ik de deur uit ga. Netjes aangekleed, zoals het behoort. Ja, dat lekker eventjes eruit een dagje. En ik heb oppas, lekker thuis zitten. Dus ja, gaat helemaal goed komen. Dan zit mijn hondje met een kap op en dat wil ik hem niet aandoen. Nee, dat is zielig. Dan kan hij niet drinken, dan kan hij niks, nee. Maar dat komt allemaal goed, hè. Ja. Ik vlog af en toe tussendoor. Maar ik blijf het niet doen. Want dan gaat de batterij leeg en de camera wordt vol. Ja, ja. En er is straks nog een vlogster. Of vlogger. Ja. Zowel mijn dochter Karen van der Werf en mijn schoonzoon Roderick. Ja, ja. Dat komt allemaal goed. Tot later deze dag. Ja, en toch is de wereld wit, hè? Of niet dan? Ja. Ja, ja. Ik ben aan het vloggen, jongens. Ja, we worden denk ik hier ook niet zeeziek, maar treinziek. Ja, we wiebelen alle kanten op, behalve de goeie. Ja, kan de pret niet drukken. Nee hoor. Het is allemaal goed. Het huis is ook wit. Ja, ja. Hoe heet de YouTube-kanaal? Zoals het zelf heet. Een hele moeilijke naam voor een heleboel mensen. Terwijl het gewoon een normale naam is. Hoe heet u? Ik zal het je zo zeggen, even wachten. Ja, we waren weer op een stationnetje. Waar zijn we? Toppie! Ja, Toppie! Ja, de jongens die hebben mij eventjes opgezocht op YouTube. Leuk, geweldig toch dat ook dat gebeurt, ja. Ze zagen dus dat ik bezig was. Ja, we zijn in Schagen. Nou ja, dan reizen ze zo lekkertjes verder door. Tot de plaats van bestemming. Dus jullie horen dat vanzelf wel. Ja, ja. Ja, oké. Okay. Ja, en toen zijn we helaas gestrand in Alkmaar. Ja, maar we worden heerlijk verwend. Met een bakje koffie. Dus ja. En we gaan met een taxi gaan we verder. Naar plaats van bestemming. Maar het komt goed. Tot later. Ja, Schiphol. Schiphol, Schiphol. Allemaal vliegtuigen, hè. Ja. De kerstboom brandt. Ja, ja. Noem ik de kerstboom. Mooi gezicht. Ja, ja. Maar waarom wou die nou niet inzoomen? Weet ik niet. Nou doet hij het in ene wel. Wat gemeen, hè? Wow, dat was een berg.
je. Mooi, hè? Zo mooi, zo mooi, zo mooi. Zo mooi. Prachtig. Wat was dit voor een muur, Karin? Een stadspoort. Een stadspoort? Wat? Van Vredenburg. Van Vredenburg. Je moet even doorrijden. Een stadspoort van Vredenburg. Doe een blauw duimpje omhoog als je het leuk vindt. Heel blauw en heel veel leuks. Mooi. Nou, jullie horen het, hopelijk. Jawel. Vast wel. Nou, jou niet, want jij praat weer te zacht voor deze camera. Vast vinden ze het wel leuk. Blauw duimpje omhoog, hè. Oké. Mooi. Schat, heb jij mijn visitekaartje voor deze meneer? Ja, dan kijk ik kaart op YouTube zo meteen als ik ga. Ja, maar... Mijn moeder en die vlogt ook hoor trouwens. Kijk, ziet. Dan kom ik ook op YouTube. Jazeker. Ja, nu wel. Nu wel, want je staat er nou op. Ook nog een bekende Nederlander ook nog. Ja, zoiets, ja. Leuk, hè? Dat is leuk. Geef je die van mij dan ook even? Nou ja, doe ik zelf wel even. Het is geen idee. Nee, we komen hier ook niet vandaan. Niet? Nee. Nee. Ik moet zo weer naar de Helder toe. Helemaal daar naartoe? Ja. Hoe is het met het weer dan? De Helder was het schoon, niks. Oh ja? Gisteren wel gesneeuwd. De hele dag en de halfavond, maar het bleef niet liggen. Oké. Okay. Dus het was wel te doen hier naartoe? Nee, want ik strandde in Alkmaar en toen kregen we een taxi hier naartoe. In Den Haag is het sneeuw. Nou, ik heb een collega die woont in Barneveld. Wat heb lag gisteren al zo'n pak. Zo dan. Oh. Wat lekker? Ja. Zijn we bijna een vlogge man met de zin? Gezellig. Nee, mijn YouTube-kanaal, dat is Corina met IE. Ook al met een C. Ja, Corina met IE erin. Ja? Luisterburg de Jong. Het is één naam. Ja, schrijf het maar op. Luisteren en dan een burg. Ja, een burg, ja. Juist. Kan niet missen, hè? Het zijn allemaal connecties met elkaar. Daarom. En dan helemaal uit Den Helder hier naartoe, jongens. Ja. Ik had een treinkaartje op de dag van vandaag en ik kom mijn afspraken na. Alleen en er was er eentje, die kwam de afspraken niet na. Die was bang om koude tenen te krijgen of zoiets, maar ik zit hier en ik heb ook koude tenen, maar ik ben wel gekomen. Ja. Dat is toch mooi. Maar je komt dus nou op nog twee kanalen, hè? Twee kanalen. Corina Luisterburg de Jong en bij Karin voor de Werf. Ik stellen trouwens. Karin. Ik ben Hans. Nou, zal ik het ook even doen? Enkel ik doe links. Ja, dat mag Corina Luisterburg de Jong. Lekker koele handjes. Roderick. Hans. Cool. Wat denk je wat het me doet? Wel pijn. Ja, allemaal die ringetjes natuurlijk. Dan maak ik een paar artrose. Ja, er zitten heel veel mensen mee, hè. Met of ze hier zitten, weet je zo'n dingen. Ja, klopt. Dus Toen werd ik aas af. Ik vind niks hoor, gefilmd worden. Haha, die staat er toch op? Jawel. Daarom heb ik ook gisteren mijn haren laten knippen. Ja. Ik ben zaterdag ook naar de kapper geweest. Dus. Maar alleen een dagje van vandaag. Ja. En straks gaan we weer terug? Zij gaan weer naar Den Haag en ik ga weer naar Den Helder. Maar speciaal alleen ook door de hele binnenstad hier? Nee. Nee, we zijn wel naar, hoe heet dat? Jumbo geweest. Is dat er niet al? Ja, maar bij mij niet. En bij mijn moeder niet. Niet in de Helder. Niet? Nee. Nee. Oh. Nou, maar hier in Utrecht zit, of hier in deze buurt zit toch geen Jumbo? Bij een wijk C wel. Draaiweg, daar ook. Oh, daar zit een Jumbo. Ja, ja. Daar zit een Jumbo, ja. Precies. Oh, een heel eind rijden daar voor mij. Ja, is hier voor de handen wat te doen. Ja, een kwartiertje. Ja. Een kwartiertje. Dat klopt, ja. Ja. Oh, we filmen. Ik word helemaal verlegen. Wel, nee, ook niet. Nee, toch? Vertel nog één ding. Wat zijn die rode, groene en blauwe? Nou, wat zijn, dan is het vol. Nou, dat zijn camera's. Ja, Dus we worden allemaal gefilmd nou? Ja, allemaal. Ook wij staan op de film. Dat kentekens. Als je je auto kwijt bent, dan word je kenteken ingescand. En dan kijk je daar. Bij een rondtrap, je kenteken invoeren als je je auto kwijt bent.
Nee. Als je niet meer weet waar die staat. Waar die stoort. Okay. En wij kunnen zien, als het helemaal groen is, alle lampjes, dan is het overal plek. Is het helemaal rood, dan is alles bezet. Okay. Dus het is heel makkelijk, we hoeven alleen maar zo even te doen. Hoef niet een parkeerplaats door te geven. Nou, je abonneert je maar op ons kanaal. Ja. Gezellig. Gezellig. Ik ga zo meteen even kijken, ik denk dat ik zo meteen even tijd heb. Weet je mijn naam nog? Weet je mijn naam nog? Carina. Nee. Corina. Corina met IE. Wie heeft er een pen? Even schrijven. Open op de achterkant even mijn kaartje. Kijk. Ik heb alleen. Oh, een kaartje heb ik net hier. Oh ja, dat kan je hier schrijven. Op de achterkant. Nee, je hebt ook nog een paal waar je op kunt schrijven. Ja, maar dat mag niet. Nee, maar dat kaartje tegen de paal aan. Oh, ik wou net zeggen. Hey, een harde achtergrond. Schrijf je het wel goed, schone zoon? Kijken. Ja, schoon mama. Ja. Nee, het is niet goed geschreven. Niet? Nee, het is niet compleet. I-E-N-A, luister. Luisterburger. Hoeveel R'en? En één. Ja, u zegt rr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 
ook mijn voornaam goed? Ja? Nee, Irina. Drie R'en erin. C-O-R-R-R-I-N-A-A. Eén R. Er staat drie R'en. R-R-R-I-E-N-A-A. Zijn er drie in? In totaal. In totaal drie. Ja, oké. Dat is oké. Het is humor. Oké. Nee, maar een hoop weten mijn naam gewoon niet te schrijven. Daarom. Het komt niet zo vaak voor, hè, zo'n naam. Nee. Meestal is het gewoon C-O-R-I-N-A-E en dan de I vergeten ze meestal. Ja, maar bij mij is het op de ouderwetse manier. Want ik heet geen Corinna, maar Corina. Ja. Dus. Gewoon. Nou, ik wil je hartstikke bedanken. Ja, voor ja. Ik zou zeggen, veel plezier. Dat gaan we zeker doen. En rustig aan. Dank je. Nou, ik moet zo meteen even bellen. Hoe ga je nu terug dan naar dinges? Nou, ik bel zo meteen. Een uur van tevoren moet ik bellen. En dan wordt het weer geregeld voor mij. Hoe ben je met een taxi? Waarschijnlijk wel. Of ga je dan met een verliespas? Nee. Verlies? Nee, ik heb een treinkaartje. Een treinpasje. Uitgeprint. Uitgeprint via... Heel winkel heet dat. Ja, wij gaan nooit, met de trein of zo. Of weet ik veel. Wij hebben dan een verliespasje. Tenminste, mijn vrouw dan. Ja, nou nee. Ja, heb ik ook wel, maar ik heb hem nog nooit gebruikt. Mijn man die had hem vorig jaar aangevraagd. Maar hij kan de boel verder niet regelen, want hij is naar de hogere sferen gegaan afgelopen februari. Dankjewel. 25 februari is hij overleden. Ja. Geheel onverwacht. En mijn schoonmoeder die vond het zo leuk om 27 november jongsleden achter de toon aan te gaan. Nou, ja. Nog een keer dan dubbel. Ja, nou, het... Ik heb mijn postje wel gehad. Ja, dat maakt me ook bij. Wel. Ja. En daar heeft iemand eens een lichten aangelaten volgens mij. Nee, die zit nog in. Oh. Maar ja. Kijk, wij, als we zo dan melden we dat alleen door aan de meldkamer. Als er een rampje op staat, mogen we er ook niks aan doen. Nee. Nee, want dan breng je schade aan de man's auto. Ja, klopt. En het is parkeren op eigen risico. Ja. Als er een klep open staat, zoals vorige week, was de hele kofferbak stond helemaal open en er lagen spullen in. Wij mogen hem niet dichtgooien. Nee. Met alle gevolgen van dien. Ja, klopt. Ja. Maar ik stop weer. Want... Het is parkeren op eigen risico hier, hè? Buiten hoe stop jij eigenlijk? Laat ik zien. Zo, lieve mensen. Moeten jullie nou eens kijken. Ik zit in een taxi. Vanaf, wat zullen we zeggen? Zeg maar gewoon Amsterdam. Richting Den Helder. Want er rijdt geen één enkele trein meer. Nee, ze hebben staking. Waarom? Sneeuw. Ja. Dat de wissels werken niet meer en niks werkt meer. En het is zo koud. Toch? Ja, wordt er geknikt naast me. Wil je ook op de vlog of niet? Nee. Nee, zeg je. Je stem wel nu. Wow. Ja, oké. Maar dat mag. Daar kunnen ze niks aan koppelen. Dus ja, mensen, ik hoop op een veilige thuiskomst. En het kan allemaal even duren. Ik hoop enkel wel dat hij nog eventjes langs een benzinepompstation kan rijden. Want ja, ik heb het al een paar uur in moeten houden. Maar het komt wel goed. Tot later. Tot een thuiskomst. Ja, we zijn weer thuis. Oh, wat een avontuur was dit. Ja.
Ik heb ook al gehoord dat Karin met Roderick ook bijna thuis zijn. Ja, die waren ook gestrand. Ze waren eerst wel met de trein, maar de trein ging weer terug. Ze konden niet meer verder. Dat die moest een telefoontje plegen om een vriend te vragen van... kan jij alsjeblieft ons komen halen? En ja, dat muizen zijn bijna thuis. Ja, dat ben ik blij om. Krijg straks een telefoontje wanneer ze thuis is. Maar we zijn ook moe. En mijn hondje, nou kijk eens hoe lief die daar weer legt. En die was zo blij, hè? Ja, nou, je was blij, schat. Ja, hè, je was blij, hè. Vrouwtje weer thuis, hè, ja. Mijn tante, die was toch bij je? Ja, hè, tante was bij je, schat, ja. Oeh, ai, jammer. Ja, je bent lief, hè. Maar, water heeft gekookt voor de koffie. Ja, vrouwtje gaat koffie maken. Ja. Ga je mee? Koffie maken, zijn we wel aan toe, zeg maar. Ja, ja, ik wel. Zo. Lekker bakje koffie. Zo. Kijk, een bakje koffie, kunnen we ervan genieten. Neem ik lekker mee naar de voorkamer. Want, wat hebben we erop? Inderdaad. De kerstfilm. Zie ik altijd. Zo leuk. Dat is met die kerstman die van het dak afvalt. En ja, kijk. Ik weet niet of jullie het zien kunnen. Hè. Ik vind dat zo gaaf. Zo mooi. Ja. En dan willen we weer een paar naar buiten. Nou, omdat ik dus weg ben geweest. En een tante, tenminste mijn vriendin, is hun tante, zeg ik dan. Ja, die had ze ook wel verwend, maar nou verwen ik ze even. En ik weet, het is slecht weer, dus ze zijn ook weer elk moment weer terug. Dus moet kunnen even. Hé, hey, ja nou schat, kom maar. Kom. Goed zo. Hé, hey, goed zo. Kusje. Ja. Maar lieve mensen, ik ga mijn... Dit is mijn mobiel, ga ik leeghalen, de vlogs. Mijn camera ga ik ook leeghalen. Ik heb trouwens een nieuwe statief gekocht vandaag, ja. Dankzij Karin, die heeft er ook een. En zo leuk, ja, ik zal hem jullie even laten zien, maar dat moeten ze al willen. Die kan alle kanten op, behalve de goede, zeg maar. Nee hoor, maar hij kan wel alle kanten op, echt. Grandioos. Ja, ik krijg het met één hand niet gedaan. En de linkerhand, ja, dat, daar heb ik jullie in vast, hè. Maar die kan alle kanten op. Die kan ik ook om een stuur van de booster heen gaan doen. Ja. Dus. Gaat helemaal goed komen. En dan zal ik jullie ook wel eens een keer laten zien. Ja, ja. Nou, lieve mensen. Voor degenen die mij kunnen, zeg ik. Toedeledokies! Dank jullie wel, hele lieve mensen. Ja, ik ben blij dat jullie allen weer hebben gekeken naar mijn vlog. Ja, een beetje van alles wat. Een beetje leuk, een beetje gezelligheid, een beetje verdriet en een beetje van dit en een beetje van dat. Maar desondanks hoop ik dat jullie een hele leuke vlog hebben gevonden. Vergeet dan niet even die leuke blauwe duim. Vergeet jullie niet te abonneren. En vergeet ook niet om op dat belletje te klikken, zodat jullie horen dat ik weer wat nieuws heb geplaatst. Dank jullie wel allemaal.